all them bitches, they be running now. Cause they see me and I'm coming now. In a whip that costs 100,000. Watch me throw another 100 down. All these haters, man, they better bow. Cause I'm a king without a fucking crown. We gotta live, we gotta live. The fusion is coming now. We gotta live, we gotta live. Michael Tyson, I'ma knock him out. Hoe is het, broer? Alles goed, rustig. Salam alaikum. Deze zit wel wat meer speling voor jou in. Hè? Ik denk, je bent groot, je bent wat zwaarder. Je mag even hier komen. Links, rechts. Hup. Hup. Jawel, 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 jawel. Hoe zit die? Is het goed? Ja, tuurlijk. Je mag die ook wel hebben. Tot mijn 19e volgens mij een sportopleiding gevolgd. En die heb ik weten te behalen. En daarna ben ik eigenlijk gestopt. Ja. Want dat was ook een beetje de periode dat ik eigenlijk de A-klas inging. En dat ik als ik iets wil, wil ik er wel 100% ook achter staan. Niet ja, als ik dit of als ik dat, of had ik maar zo. Hup. 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 Hoe zit hij met stoten beide? Ik kan gewoon fitnessdocent worden. Ik kan sportleraar worden, maar kickbox vind ik. Vond ik op dat moment leuk en nog steeds. Dus ik heb geen spijt van mijn keuze die ik gemaakt heb. Krijgen jullie van mij erbij, jongens? Ja, thanks. Alsjeblieft. Krijgen jullie nog bonnetje? Mocht er iets mee zijn, kunnen jullie altijd gewoon terugkomen. Jongens, hartelijk bedankt. Dankjewel, jongens. Ik vind dat ik heel snel heb. Dankjewel, jongens. Ciao, ciao. Ik heb de opleiding MBO Sport en Bewegen gevolgd. Dat heb ik afgelopen jaar afgerond. En nu ben ik van plan om een HBO-diploma te gaan volgen. Natuurlijk probeer je leerlingen te leren wat je zelf ook hebt geleerd. Dus ik heb het ook zo van mijn trainer geleerd. En ja, die probeer een beetje over te geven aan je leerlingen. En ja, het gaat goed. Het gaat goed. En, echt bij partij 12 of zo heeft hij één keer verloren. En sinds toen is hij 66 keer achter elkaar onverslagen. Dus, de stijl werkt toch wel goed. Als je gaat kijken naar Boutassa, die jongen kennen we heel goed. Zijn trainer Ben Nasser, die kennen we ook heel goed. Die jongen kennen we al, ook al een jaar of 10, 15. Dat is precies hetzelfde stijl. Hij is gewoon eigenlijk gewoon precies hetzelfde hoe zijn trainer ook altijd heeft gevochten. Dat is precies hetzelfde. Dus we weten precies hoe die vecht, we weten hoe we daar mee om moeten gaan. En Galit moet zijn eigen spel gaan spelen. Kijk, zijn eigen spel en dan moet hij in ieder geval wel goed komen, denk ik. Zeker. Hij is nu een jaar of drie bij ons. Hij heeft zijn eerste A-partij bij ons gedraaid, 3 jaar geleden. Sindsdien heeft hij 16 A-partijen gedraaid, van 15 gewonnen. We hebben die jongen toch wel vanaf in de A-klas goed opgebouwd. Toch wel naarmate de tijd vorderen, we hebben iedere keer de tegenstanders wat verzwaard voor die jongen. Vorig jaar een van de zwaarste tegenstanders tot nu toe, Walid Hamid, heeft hij verdiend gewonnen en daardoor een plek als titelkandidaat. Hij is afgelopen partij heeft hij een beetje met de petje nagegooid, wel gewonnen, maar niet eens de helft van zijn kunnen. Dus voor hem is het altijd een wedstrijd tegen zichzelf. Hoe gaat hij het doen? Hoe gaat hij die strijd aan met zichzelf? Gaat hij op zijn voeding letten? Gaat hij op tijd naar bed? Gaat hij niet naar buiten? Dat is de wedstrijd van hem. Hier zit alles. De taco's, de Domino's pizza, de Deuno, de McDonald's. Alles zit hier. Ik zit omsingeld. Maar nu? Nu? Ik geloof ik 100% in. Zo gefocust die jongen. Nu al netjes op gewicht. En ja, nogmaals, zijn concentratie, dat is het belangrijkste. Hij is gewoon echt bezig met die partij. Ja. Mijn dag ziet eruit, zeg maar, dat ik om 10 uur begin met trainen in Eindhoven. Train ik ongeveer tot 1 uur of 10:45, half 12 ga ik douchen. Zorg dat ik hier om 12 uur ben. Dan ben ik van 12 tot 5:30, 6 uur op de winkel. En dan ga ik naar huis toe, eet ik maar wat. En dan ga ik me klaarmaken voor de tweede sessie of ik pak een cardio sessie. Dus het ligt er maar net aan welke dag het is. En dan ga ik wat trainen en dan ga ik naar huis toe. Het is pittig, maar je moet er wat voor doen. Ik ben echt
gewoon bereid om tegen iedereen te vechten. Ik loop niemand uit de weg of iets. Ik wil gewoon echt tegen iedereen knokken. En de beste wordt je om tegen de beste te vechten. En daar geloof ik gewoon in. En ik wil gewoon tegen iedereen vechten. Ik wil gewoon iedereen verslaan. Ik wil gewoon iedereen ook laten zien wat ik in huis heb. En ik ben een paar keer te laat begonnen met afvallen. En omdat je dan zo'n sterke geest hebt, denk je, dat lukt wel. Maar je wordt ook ouder, je wordt ook breder, je wordt ook wat groter. Gaat het ook wat moeilijker. Dus, maar voor belangrijke partijen, wat ik normaal elke partij hoor te doen, heb ik nou een serieus plan, serieus iemand ingeschakeld, eigenlijk mijn voeding. Want vorig jaar ook, heeft hij vorig jaar al laten zien dat hij het kon. En hij heeft een serieus plan voor mij. Mentaal geeft veel meer rust. Normaal moet ik nog een aantal kilo's voor in de laatste weken persoonlijk. En dat brengt wel een bepaalde druk met zich mee. Dus dit is dan zo de beloning voor mij dat ik gewoon een keer een goede pasta mag eten. En dat kan geen kwaad. Chef, dankjewel. Dankjewel. Veel succes. Dankjewel. Yes. Dus, fijne avond. Ik sport best wel veel. En stel ik zou bijvoorbeeld stoppen met sporten, dan zal dat eten zich volgens mij wel een beetje gaan opstapelen. En dan zou ik het wel wat dikker of wat zwaarder gaan wegen. Dat wel. Maar aangezien ik nu zoveel train, kan ik ook best wel veel op. Want ik ben ook best wel een eter. Ik kan ook wel wat op. Al 10 jaar, bij elke wedstrijd heb ik niet echt opgezocht tegen wie ik vecht. Of heb ik niet echt geweten tegen wie ik vocht. Dat liet ik allemaal aan Mo over. Hij wist zelf van wat ik kan. Hij wist wat mijn lichaam aankwam op dat moment. En koos daaruit de tegenstanders. Als hij een tegenstander voor mij had, dan deed hij het huiswerk. Hij keek wie het is. En als hij dacht van Mootje kan hem hebben. Misschien wordt het een moeilijke partij, maar Mootje kan hem hebben. Dan vocht ik. En elke keer haalde ik het max eruit. Uit elke wedstrijd. Ik kon niet tegen verliezen. Ik heb altijd wel winnaarsmentaliteit gehad. En als ik dan in de ring stond en ik merkte bijvoorbeeld de eerste ronde dat ik achter stond. En de tweede ronde ook. Dacht ik van nee, dit kan niet. Dan ging ik uiteindelijk in de derde ronde haalde ik dan mijn tegenstander bijvoorbeeld neer. Ging ik zoveel gas geven dat mijn tegenstander het niet meer aankon bijvoorbeeld. Al die druk, al die lucht die hij niet meer heeft en ik wel. Uit het niets, ik weet niet van waar ik het tover, maar het is er dan op dat moment. En dan, dat zijn die momenten dat mij ook wel sterk hebben gemaakt. Ook hebben laten zien dat ik winnen wil en niet akkoord gaan met een onbeslist of een verliespartij. Want het doet mij wel wat. Verliezen, dat is niet iets voor mij. Gewoon 100% dat die wereldtitel mee naar Venlo gaat. Want uiteindelijk doe ik het voor Venlo. Ik wil Venlo op de kaart zetten. En de steun die ik krijg vanuit Venlo en omstreek is enorm. Dus ik wil hun ook wel laten zien dat ik het ook voor hun doe. 100% winst wereldtitel. Zo zou mijn t-shirt eruit komen zien. Je ziet hier 2 t-shirts. 1 shirt dat heeft hij mogen invullen. Heeft hij gezet 100% winst wereldtitel. Waar ik eigenlijk op antwoord in je dromen, vriend. Hij is bezig dat hij gewoon een leeuwtje is. Hij wil winnen van de Bottas, hè? De Bottas zijn natuurlijk ook voor jou, vriend. Dat is wat krokken. Wat krukken. Wat ja, zeker.